Dan val ik even terugkijkend. VVV Venlo neemt afscheid van trainer Robert Maaskant en assistent-trainer Raymond Liebrechts. Een vervelende beslissing die je als club moet maken. Hoe komt dat tot stand? Ja, dat is, we zijn niet over één nacht ijs gegaan natuurlijk. Kijk, we hebben 2 weken daarvoor nog wel het vertrouwen in de trainer uitgesproken. Na de nederlaag bij Groene Ster. Daarna speelden we de wedstrijd tegen Feyenoord thuis. Toen zagen we toch wel weer positieve dingen in ieder geval. Ook in ieder geval met 11 man de mouwen opstropen. En ja, toen hadden wij toch wel zoiets van, ja, dat moet een goed vervolg krijgen tegen Heracles. Niet per se direct qua uitslag, maar in ieder geval wel qua strijd en ambities die we daar getoond hebben. Ja, uiteindelijk is daar weinig van overgebleven. En toen hebben we eigenlijk zondag de koppen bij elkaar gestoken. En we, is in eerste instantie Marco Bogers en ik. En daarna hebben we een gesprek gehouden met de RVC, zeg maar. Dus ja, en toen hadden we zoiets van, ja, dit is misschien een moment. Dat, ja, waarin wij geen vertrouwen meer hebben dat het goed gaat komen. Als je dan voor kiest om de samenwerking met de trainer en zijn assistenten op te zeggen, is er dan al nagedacht over het vervolg? Of hoe werkt dat? Ja, wel, maar niet tot in detail. Want je hebt een paar namen in je hoofd zoals altijd. En soms vaak wordt gezegd, lijstje klaar. Nou, wij zijn niet van de lange lijsten, maar je hebt natuurlijk altijd een paar namen in je hoofd. En een van die namen was in ieder geval Jai Driessia. Ja, want die presenteer je dan. Hoe kom je bij Jai? Ja, hoe kom je bij Jai? Kijk, Jai is natuurlijk kind van de club, zeg maar. Die heeft hier natuurlijk zo lang gespeeld. Jeugdtrainer geweest, assistenttrainer. Kent ook de spelers, kent natuurlijk de club, kent de cultuur. Kent ook de nieuwe spelers, zeg maar, die in de afgelopen zomer gekomen zijn. Omdat Jai daar ook, zeg maar, bij betrokken is geweest. Met betrekking tot de scouting en alles. Dus ja, er waren wel een aantal redenen. En nog een reden is, Jai heeft de afgelopen jaren ieder seizoen 1, soms 2 keer een wedstrijd mogen coachen als Maurice geschorst was. En ja, dat heeft hij toen ook prima gedaan. Dus in dat opzicht geniet Jai ons volste vertrouwen. Toch kon de club dat niet meteen bekendmaken. Hè? Heeft even geduurd. Wat zat daarachter? Ja, dat zijn zeg maar de erecodes bij de KNVB of bij de CBV. Eerst moet, voordat je een nieuwe trainer kunt aanstellen, moet je eerst met de andere trainers netjes afgerond hebben op papier en zo. Dus dat heeft eventjes een paar dagen geduurd. En daarom konden wij nog niet dat wereldkundig maken van Jai. We hebben wel via middels Marco aangegeven dat Jai in ieder geval de beoogde opvolger is. En dat alleen nog eventjes een paar dagen zou moeten wachten voordat we het officieel konden maken. Jai heeft echter niet de juiste diploma's om hoofdtrainer te zijn bij een BVO. Dus hoe zit nu de regeling in elkaar, de constructie? Ja, nou, de regel is zo dat de eerstvolgende wedstrijd, hè, dus die is tegen Twente. En dan 4 weken na de eerste wedstrijd, tot dan heb je dispensatie. Dus dat is eigenlijk precies tot de winterstop, want wij spelen 22 december. Tegen Vitesse. Ja, zondag volgens mij. Ja. Zondag 22 december spelen wij tegen Vitesse. Dus dat komt nou net goed uit voor ons, zeg maar. En ook voor jou natuurlijk. Dit alles betekent natuurlijk wel dat we voor de eerste competitiewedstrijd van 2020 tegen PSV een nieuwe hoofdtrainer zullen hebben. Ja, dus we hebben daar al over nagedacht. We hebben ook al op enkele namen besproken. Maar nog niet met andere of potentiële kandidaten daarover gesproken. We beseffen wel dat er niet heel veel tijd voor is. Maar ja, we hebben denk ik wel een paar kandidaten in ons hoofd. Waar we, als we daar met een van die kandidaten uitkomen, dat we dan in ieder geval geholpen zijn.